Welkom bij Product Dynamite Update. Dynamite Magic Shop Product Update nummer 52. 52. Achter ons is het een beetje vol hier. Ik zit hier tegen de illusies aan. We zijn de winkel een beetje aan het veranderen qua inrichting. Maar we moeten toch ook een update maken. Dus het is een beetje vol. Het is een gezellig druk hier, zeg maar. En we gaan jullie weer een aantal leuke dingen laten zien. Jij zit al klaar, zie ik. Ik zit al klaar, ja. Oké, laat zien. Ik heb iemand meegenomen. Dat is Papa Konijn. Papa Konijn? Ja, Papa Konijn. En die heet Zwartje. En die heet Zwartje. Welke kleur denk je dat hij heeft? Ja, zwart. Nee, rood. En ik heb Mama Konijn meegenomen. Die heet Witje. Welke kleur zou je denken dat hij heeft? Ja, wit. Dat heet je Witje. Nee, die is ook rood. Maar het mooiste is als hoe weet je dan dat... Dat kun je zien, hè? Oh, okay. Maar doen ze dan... Ja, natuurlijk. Okay, ja, okay. Maar als je het Papa Konijn nou in jouw rechterhand doet... Ja. En Mama Konijn in je linkerhand... Ja. En je maakt je handen goed dicht en je concentreert je. Dan zie je namelijk als je handen openmaakt... Er is nu echt niks gebeurd. Dat papa en mama als het goed is van plaats zijn verwisseld. Zie je dat? Zie je dat? Geloof me niet? Nee, ik geloof je niet echt. Kijk, het mooiste als je papa en mama konijn namelijk hier op liggen. En ik zou papa konijn even vasthouden als je mama konijn even vasthoudt. Maar het mooiste is, de mannetjes die gaan altijd naar de vrouwtjes. Van nee, zou je handen open willen maken? Dan zie je dat we hier... Papa en mama konijn. Maar als René nou even goed de hand dicht maakt en even schudt. Weet je wat ze aan het doen zijn, René? Het ziet er ook uit dat het even zo. Ja. Wat ze aan het doen zijn? Ja. Ze zitten in mijn hand staan. Oké, okay, ja, lekker warm. Ja, oké. Okay. Ik voel iets aankomen. Ja. Zou je hand open willen maken? Dan oh, zie je dat papa en er zijn een heleboel konijnen. Dat is okay. Blauwtje volgens mij, die is een beetje verkouden. Oké. Okay. Ja. Maar het mooiste, René, als je die namelijk allemaal samenpaart. En even je hand goed dicht wil maken. Zou ze een keer willen blazen? Blazen? Ja. Niet te hard, want dan zie je namelijk dat er iets heel bijzonders gebeurt. Kijk. Hola. Tada. Dat is een heel groot konijn. Oké. Okay. Grootje heet hij. Grootje. Oké. Okay. En dan misschien roodje. Ja. Dit is Mr. Rabbit. Origineel is dat van Tenyo. Dit is niet van Tenyo, dit is een koperen versie. Het is een vrouwtje. Die kost 7,50. Ja, kost 7,50. En je krijgt een set bestaande uit het grote konijn. Papa, en ja, er zijn nog meer. En vier kleine konijnen. Vier kleine konijnen, heb je dat allemaal gezien ook. Er zit een Engelstalige gebruiksaanwijzing bij met hoe dit precies werkt. Moet ik nog meer vertellen? Ja, behalve wat je nu gedaan hebt, kan er nog meer. Oké. Okay. Toch? Dit konijn kun je ook... ja, ik kan het nu niet doen, want het is nu niet geprepareerd. Maar je kan ook een bal laten veranderen in dit konijn. Okay. Dat kan ook. Dus je kunt hem van balvorm laten tonen balletjes tot in je hand en dan wordt het een konijn. Dat kan ook. Even een waarschuwing erbij. Hou papa en mama konijn wel gescheiden, want anders heb je daar het hele huis voor mijn konijntjes. Dat dus. Alright. Mr. Rabbit. 7,50 euro. Complete set. Nou, koop je. Rook jij? Eigenlijk niet, nee. Eigenlijk niet. Als het uitkomt wel. Dit is een soort asbak. Nee hoor, dit is de supermoderne kristallen bol. Ik zal laten zien waarom. Spelkaarten, laten we zien. Onverschillend. Uiteraard, dat is geen normaal spelkaarten. Jij mag zo meteen ergens stop zeggen waar jij zelf wil. Dat houdt in. Dat heb ik geriffeld door de kaarten. Jij mag stop zeggen waar jij zelf stop. Wil. Zeker weten? Ja. Kijk de kaart even. Wat houdt de kaart even? Laten we even boven de camera zien. Ik zal niet mee kijken. Dit is de achterkant. En dit is de voorkant. Ja. Ja. Right. Hou hem even dat ik niet kan zien. Het enige wat ik hoef te doen is in de kristallen bol te kijken en dan zie ik welke kaart jij gekozen hebt. Ik zal het niet boven de bol gaan hangen. Als ik dit doe, dan verschijnt daarin namelijk. Ik zie het. Eén kaart, zie je. En ik zie duidelijk de harte aas. Welke kaart had jij gekozen? De harte aas. De harte aas, zie je. Oké, de kristallen bol is zijn werk gedaan. Zo. En daar gaat de kaart weer. Dit is Water Crystal, een van de nieuwe Tenyo's van dit jaar, 2017 eigenlijk. We hebben er vier binnengekregen, we hebben ze niet allemaal genomen. Ja, dus de eerste uit het rijtje die we laten zien. Ik vind het ook de leukste, eerlijk gezegd. Ik vind, die puzzel is ook heel erg goed, die heeft hele goede reviews ook. Is momenteel uitverkocht, komt vorige week weer terug binnen. Die ging heel snel, mede door de goede reviews wereldwijd. Ja, dit is super eenvoudig ook. Nu zit er verschijnt er een harte aas, maar je kan ook foto's laten verschijnen, je kan geschreven tekst laten verschijnen. Alles waar je een plaatje of een afbeelding van hebt, ter grootte van dit, kun je in principe laten verschijnen in dit bakje.
Het water zit erin, dat is volgens mij. Je kunt het water ook inschenken waar mensen bij zitten als je dat wil. Kan ook allemaal. Een water crystal kost €29,50. Ontvang je compleet met een Chinese gebruiksaanwijzing. En een Engelse. Die kun je gewoon downloaden. Ja, een erg leuk ding. Toch? Ja. Nu we trouwens over vloeistof hebben, René. Nu we het over vloeistof hebben, ja. Ik heb hier namelijk Miracle-melk. Met Miracle-melk ben je in staat om water te laten veranderen in een witte vloeistof. Deze is niet te gebruiken voor consumptie en het water moet warm zijn als je dit effect gebruikt. Ja, dus je krijgt dit. En voor de duidelijkheid, het is niet inderdaad een truc. Want nu klinkt het inderdaad alsof je zegt, laat water te laten veranderen in melk. Maar normaal, als je melk gebruikt bij trucs, krijg je het moeilijk schoon, dan wordt het zuur allemaal. Dus daarom hebben wij dit. Ja, moet ik het zeggen, chemisch goedje. Ja. Waarmee je dus eigenlijk melk kunt nabootsen. Melk kunt nabootsen, ja. En waardoor het ook makkelijker schoon te maken is. Ja, kijk, en een normaal glas kun je goed schoonmaken. Maar als jij bepaalde trucs, een multum in reverse of een double wandig of een spiegelglas of wat dan ook, wel schoonmaken, kom je er goed bij. En dan melk inderdaad, dat maak je schoon. Dan spoel je vaak dan opreden even snel uit. Maar alles wat aan de rand blijft zitten, dat gaat verzuren en dat gaat stinken en dat wordt geel en dat krijg je gewoon niet meer schoon. Dit is op een oliebasis. En oliebasis kun je gewoon heel goed uitspoelen. Zeker als je met afwasmiddel zo gebruikt, spoel je het helemaal schoon. Maar ook voor gesloten systemen. Dus als je een milkpitcher hebt die dicht is, dan kun je daar geen vloeistof in doen. Maar stel voor dat je dat zou doen, dan zou je dit ook in kunnen doen. En dat blijft altijd goed. En echte melk blijft niet altijd goed. Ja, en er zit hier voldoende in voor 50 à 100 vertoningen. Ja. Ligt eraan hoe groot hoeveelheid. Ja, dus hier zitten een paar druppels in met warm water. En dan ziet het er zo uit, inderdaad. Ik zou het niet drinken, want het ruikt ook niet lekker. Maar altijd beter als zuurmelk. Miracle Milk kost? Kost €4,95. Snel zet even een veilige plek neer. Ja, €4,95. Een dingetje wat vaak moeilijk leverbaar is. Maar omdat we het nu zelf fabriceren, zeg maar, hebben we heel veel. Erg leuk. Dan hadden wij afgelopen zaterdag een lezing van Luca Volpe. Nou, ik moet zeggen, ik was een verbazingwekkende lezing. En het is niet zo direct over de methodes die hij gebruikt. Want de methodes die hij gebruikt waren eigenlijk heel eenvoudig. Maar juist door die eenvoudige methodes te gebruiken en dat te combineren met een heel goed verhaal. En heel veel kleine subtiele dingetjes waardoor je alles zo sterk maakt, dat vond ik echt de kracht van deze lezing. En met mij de aanwezige mensen. Ja, super. Hele mooie routines. Hij had een routine waarbij mensen geld konden winnen. Had een sleutelroutine. Ja, een droomroutine, zeg maar. Dat de enige sleutel haar droom kan waarmaken. Ja, hele mooie routines. Nou, van die lezing is een boek ook. Nou, laat ik zo zeggen. Het boek was al eerder, maar dit zijn eigenlijk de dingen die hij ook in de lezing heeft gedaan. Total Mentalism is het boek. Wij verkopen dat al langer, €99. Maar we brengen het even onder de aandacht, want we hebben met Luca een mooie deal kunnen maken. En daarom hebben we het boek €25 in prijs kunnen laten zakken. Zolang de voorraad strekt. Dus we hebben van Luca een aantal boeken gekocht tegen een mooie prijs. Daarom kunnen ze nu weg voor €75. Zijn die op, gaat de prijs weer terug naar €99. We hebben er, kijk even, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hebben er nog staan. Daarna gaat de prijs weer omhoog. Dus als je interesse hebt, grijp je kans. Dat scheelt je €24, vind ik een hoop geld. Toch? Kun je weer wat leuks halen. Total Mentalism. Dus kant-en-klaar routines voor een professionele mentalisme show. En de pas in je, nou, als qua ruimte. Ik zou bijna zeggen in een toilettas. Zo kleine, toch? Dat is super compact. Oké. Okay. Hebben we nog iets? Jazeker. Ik heb hier een kaartenmapje. Ik heb je namelijk een oog even laten zien, een hartenkoning. En ik heb een klaveren 9. En het mooiste is als je die namelijk even vast wil pakken, René. Ja, leggen we de klaveren 9 erbovenop. En dan mag je even als een soort strijkijzer je hand erbovenop leggen. En als je het hoort. Het is toch wel warm trouwens. Ja, er gebeurt er namelijk iets heel magisch. En als je namelijk die kaart optilt, René. Dan zie je dat in één keer de klaveren. Nee, is verdwenen. Maar wat zou die dan zijn, denk je? Bij de koning is om. Oké. Okay. Nou, dat is ook verbazingwekkend. Alright. En dit heet
De? Ja, dus Tickle Wallets. En die kost 20 euro. 20 euro. Leuk effect. Laat je niet verwarren, want wij hebben ze ook gezien. We verkopen al heel lang het origineel. Laat ik zo zeggen, de goede uitvoering. Tussendoor was die er niet, kregen we van wel officiële leveranciers versies die echt niet de originele waren. Die gewoon slecht waren, die niet mooi waren, die van plastic waren, die scheurden. Alles wat niet moest zijn. Maar sinds gisteren hebben we een mega voorraad, echt een mega voorraad. We dachten, ze verrassen ons niet meer. Nu kopen we ze wel van tevoren gewoon heel veel in. Van de Optical Wallet. Super kwaliteit. Ja, dat is ook een degelijk mapje. Degelijk mapje, vloers bekleed ook echt, heel mooi. Voor de prijs van 20 euro met Nederlandstalige instructievideo. Zeer gemakkelijk uit te voeren. En in principe, je kan hem meteen resetten. Dat heb ik nu niet gedaan, maar ze kunnen hem echt meteen resetten ook. Erg leuk natuurlijk, een van de meest verkoopte dingetjes hier als winkeldemo. Als mensen hier binnen wandelen. Dan hebben wij ook een aanbieding, een super aanbieding. Hollywood. De DVD Hollywood van Alex Pandrea. Leert jou 3 moves, dus 3 verschillende technieken. En daarmee, per move, leert hij ook weer meerdere variaties en routines. Nou, deze DVD kost normaal 35 euro. En nu 4,95. 4,95. Hé, hey, dat is even... Ook zolang de voorraad strekt, we hebben een hele stapel. Nou ja, we hadden een hele stapel, er is al van alles voor weg. Zolang de voorraad strekt, voor 4,95 euro. Nou, mensen die Alex Pandrea kennen, niet twijfelen. Voor 4,95 al leer je maar 1 van de moves en 1 variatie erop van deze DVD, is 4,95 al dik waard. Hij heeft altijd praktische dingen, mooie dingen. Dus geen dingetjes die absoluut niet bruikbaar zijn. Ja, iets is waarvan ik zou zeggen, doen, zeker voor qua prijs, is dit. Gewoon meebestellen, bij jezelf in de schoen stoppen. Of bij iemand anders. Of je vraagt Sinterklaas en die stopt dan in de schoen. Kan ook. Maar overigens, Zwarte Piet die heeft nog gebeld. Die zou langskomen vandaag, maar die ging het niet redden. Hij zei, ik red het niet meer. Hij zegt, dan kom je over 2 weken. Zei hij, dat red ik ook niet, dan ben ik al naar huis. Jammer. Ik had wel gehoopt dat hij er langskomen. Ik had wel wat vragen willen stellen nog over het een en ander, maar... Ja. Gaat het niet worden. Wordt een zwarte dag vandaag. Nee, dat is onzin. Nee, grapje. Oké, Hollywood. Hey, we gaan weer als een... René, ik heb hier ook nog iets. Gaan we meteen door. Een cadeautje? Ja, een cadeautje. Denk ik. Ik zal hem even laten zien dat hij leeg is. Kun je het van voren zien? Hartstikke leeg. Boven ook even laten zien? Ja, draai maar een beetje. Ja. Nou, boven denk ik niet zo. Ja, hartstikke leeg. Ja. Kun je duidelijk zien. En het mooiste is, ik kan aan de bovenkant ook open. Ja. Maar, ik moet eigenlijk een goede goochelspreuk hebben, René. Abracadabra. En het mooiste is, als het goed is... Er zit hier namelijk een hele lange slinger in. Dan zal ik René even versieren vandaag. Nou, ik denk maar morgen, ik wist nog ooit al iemand versieren. Oh, verkeerde kant op. Nou, doe het een keer wat makkelijk, ik heb af ook. Zo, nou zeg. Fantastisch. Ja, mooi dingetje. 49 euro. Compact Mirror Box. De betaalbare Mirror Box. Laten we even zo houden. Ja, ook een superleuk ding. Nou, we hadden deze ooit... tijdens de kerstperiode hangen in de winkel. En toen wilden we dit demonstreren. En dan zeiden we moeten even iets hebben om er een lading erin. En sindsdien gebruiken we dit. Dus normaal zouden we dit met kerstmis enkel gebruiken. Maar ja. En het leuke is, let op. Annie? Ja, doe maar na. Pas er ook een schoen in? Ja, als je hem ermee knipt. Of een maatje 28. Ook een halve zool past. Ja, halve. Ja, kan ook. Ja, 49 euro. En dat is hartstikke leuk inderdaad. Laadruimte is best groot. We hebben ook andere versies spiegelkisten. Oh, mirrorboxen. Moet piep het onderzet. In grotere mate kun je grotere voorwerpen uit tevoorschijn halen of laten verdwijnen. Ja, gaaf dingetje. Volgens mij hebben we hem nog nooit laten zien. Daarom dat we even snel erbij hebben gegrest. Ja. Ja, mooi ding. Mooi ding, mooi ding. Dan hebben wij hier nog 2 rare, nou ja, rare stokjes. Eentje met een heel lang touwtje erheen en eentje met een kort touwtje, laat ik het zo zeggen. En als je aan deze trekt, wacht even. Wordt die korter? En als je aan deze, oké, dat is vreemd. Even kijken, als je aan deze trekt, aan deze. Maar weet je wat ik denk, René? Hm?
Ik denk dat hier een draad doorheen loopt nog. Nee, want kijk. Zelfs zo kan het nog. Zie. Ja, maar dan kun je niet iedereen voor de gek houden, want volgens mij loopt het touwtje nou via hier naar daar naar onder. Tadaan, kijk, ze kunnen ook uit elkaar. Oh, ja. Dat zien. Ja, ze kunnen ook uit elkaar. Alleen nu werkt het natuurlijk niet meer. Ik kan laten zien, trek maar een touwtje. Kijk, dus niet dat het nu zeg maar ook werkt. Dat is natuurlijk niet het Wacht even. Dit is op zich wel heel bijzonder. Wacht even. Ik ga hem heel kort houden. Ik kan alleen met grijze haren, hè? Nee, ook met blonde. Heb ik net ontdekt. Dit zijn de Chinese sticks. Dit zijn de Chinese sticks klein. Nou, die werken supergoed. 12,50. Nou, we hebben ze ook iets groter. We hebben bijgewerkt deze dingen. Het zijn origineel ook stokjes uit India. Maar wij pimpen ze op. En dan hebben we te maken met het mechanisme. Waardoor ze super smooth lopen. €15. Dus voor twee keer zo groot stok. En hier zetten ook pompommetjes aan. Of ja. Hoe noemen ze die dingetjes? In plaats van kwastjes. En we hebben de super deluxe heavy duty versie. Ja, super stokken. Die heeft nog ook een extra finale nog. Een extra climax bij de routine. Waarbij je op het einde vertel je, ik doe nu met een haar. Vertel je het geheim is. Ik heb nog een kwastje. En dan komt er uit je mouw bijvoorbeeld nog een kwast. Dan laat je de toeschouwer aan trekken. En dan gaat de laatste omhoog. Dus die zit er ook nog extra bij. Het is de super goede versie. €89. Volledig aluminium of staal zelfs is het. Heel professioneel. Dus de Chinese sticks. In alle uitvoeringen kun je die vinden op de website. Ook een heel leuk dingetje. Nou hadden we, zag ik Luca Volpa nu er net over hadden. Die ga je een boek lezen? Ik pak er even een boekje bij. Pak je een boekje bij. Die was hier. Kijk, ik kan hem nog een beetje ingehaald maken. Zit vast. Okay. Die was hier. En die kocht iets. En dat heeft hij vervolgens op Facebook gezet. En toen kregen we telefoontjes. Heb jullie dat? Heb ik dat? Ik zeg, ja, het komt hier vandaan. Wij maken dat. En dat is het volgende. Was je iets aan het eten? Wat ben je aan het eten? Het verjager. Wil ik erbij zijn eigenlijk? Nee, daar wil ik niet bij zijn. Kijk, mooiste. Pas op, hè? Ja? Deze zijn zo sterk. Ik kan net zeggen. Die gaan gewoon uit zichzelf, voordat je ze ingenomen hebt, gaan ze al rechtop staan. Nou jij. Even voor de duidelijkheid, die zijn niet voor consumptie. Nee. Als je ze inneemt, was het tevens je laatste truc. We zijn gewoon een grapje. Het is gewoon een grapje. Maar je zou er een routine voor kunnen maken. Ja, ik had iemand gezien die had het laatst naar Maas gegooid. Nou, wat de hele week had de bruggen mogen staan. Oké. Ja, dus fake Viagra, maar het gaat meer om het grapje inderdaad. Het is zo sterk spul, het werkt al zonder dat je het inneemt. Kost €10 per potje. Dat was even last minute, kiepen we in de update artikel. Maar dat is meestal hier zo trouwens, maar goed. Krijg je er een stijve nek van nou? Ja, moeten we snel stoppen? Oké. Okay. Ja, het boek hebben we er even onder gedaan, voor de duidelijkheid denk je, waarom doen ze dat? Er zit niks speciaals in het boek, maar ja, op een gladde ondergrond, omdat ze pillen hebben... geen wrijven nodig. Op een gladde ondergrond gaat dat beter. Ga dan ook. Ik zei nog niet pakken, maar goed. Het is te laat nu. Then we have een voorspelling. Mooi Engels, hè? Prediction. Voorspelling. We hebben een voorspelling. Ik pak weer om mijn spelkaarten. Nog steeds dezelfde spelkaarten. Deze keer ga ik je gewoon vragen, weet je wat, wijs gewoon ergens een kaart aan. Maakt niet uit waar, wijs een kaart ergens aan. Ja. Die? Ja. Oké, ik kan het niet zien, naar onder. Laat zien. Mag je van iedereen laten zien? Ja, kunnen ze het zo zien denk je? Oké, mag ook. Ja. Ja. Bovenop leggen? Ja, prima. De kaart zit erin ook, ja? Ja. Oké, dan gaat de kaart gewoon weg. Verder hartstikke leeg. Je weet nog welke kaart dat je gekozen had? Jazeker. Zeker weten? Want, welke kaart heb jij gekozen? Klaveren 3. Klaveren 3. Zie, ik wist van tevoren dat jij deze kaart zou kiezen, daarom had ik hem al in een blok gestopt. Ja, maar dat is niet moeilijk. Je kan natuurlijk elke kaart kiezen. Dat is serieus ook een geintje eigenlijk. Maar jij had welke kaart, hè? Klaveren 3.
Vlaanderen 3. Het is een soort van kunststof, glans, papier. Het heet 53 on a card. En je krijgt 2 stuks. Dus ik zal voor idee, ik maak het even open, ik doe er nog eentje in. Normaal laat je dit zo zien. En dan doe je dit. En aan het einde, toon je dit wordt schop 7. Dus je krijgt altijd 2 verschillende. Als je het effect wil halen, kun je het herhalen met een ander resultaat. Ik zou het effect niet herhalen, maar je snapt wat ik bedoel. Stapel gokkels of zo is altijd handig. Dus dat is 53 on a card. Kost 14,95 voor de set van 2. Nou, vind ik eigenlijk wel een koopje, toch? Ik dacht al 53 euro, maar... Nee, niet 53 euro. Ja, mooi ding. Grappig. Hey, volgens mij was dit een supersnelle update met wel heel veel producten. Is er nog iets de komende weken waarvan we zeggen dat is speciaal? Nee, we hebben momenteel geen lezingen meer gepland staan. Dus die zijn, we hebben wel nog een workshop doorheen. Oh ja, kinderworkshop. Heel goed. 10 december, zaterdag. Superleuk. Mark Luibe, die doet hem. Altijd al. Keileuk. Wil jij een supergezellige dag hebben met een lunch waarop je trucjes leert. Je krijgt een goochelpakket mee. Dan is dit echt iets voor jou. Kost 49,95, 50 euro voor de hele dag, inclusief de lunch. En is absoluut de moeite waard. Er zijn nog best wel plekken vrij ook. We hebben nog niet veel advertenties gedaan. Leeftijd, ja, wat zullen we zeggen? Ik zou zeggen, niet jonger dan 6 jaar. Vanaf 8 jaar is nog beter, maar in principe van 6 tot 14 is de perfecte leeftijd. Maar je gaat ook eens doen met sponsballen en dus voor iemand van 6 jaar is dat net iets lastiger. Dus zeg van 8 tot 14, dat is de ideale leeftijd. En dat is hier in de winkel? Dat is hier in de winkel, ja. Aan deze tafel? Aan deze tafel, precies. En we hebben plek voor maximaal 10 kinderen. Dus wil je daarbij zijn, hartstikke leuk. Sinterklaas, goed luisteren, want het is ook een leuk cadeau om de kinderen te geven. Het is ook een aanrader. Of luister Piet, moet even goed luisteren. Luister Piet ook. Hé, alles wat ik hier had liggen, nou ja, wat ik gepland had, dat hebben we gehad. Oh ja, één ding, daar denk ik nu aan. Wat niet op onze site staat en wat ik niet heb laten zien in onze update, is we hebben een haunted table. En ik noem het even zo. Dus een haunted table is een tafel die kan vliegen. Net als zoals je dat bij elke andere goochelaar ziet. We hebben een super deluxe uitvoering. Nee, niet uit China. Heel mooi. En we hebben daar een aantal exemplaren van. En die zijn niet te zien op de website. Je kunt hier in de winkel komen kijken. Je kunt hem ook meteen meenemen. Voor de geïnteresseerden. Het is een echt schitterend model. Jij hebt hem ook gezien. Het is echt heel mooi. 350 euro. Heb je interesse? Kun je altijd aan de winkel komen. Even bellen. Echt een hele mooie, mooie versie. Compleet met koffer. Dus als je interesse hebt, neem contact met ons op. Dan kunnen we je daarmee helpen. En verder hebben we niet veel. Eigenlijk. Nee, ik kan even niks meer bedenken. We hebben nog een close-up maat. Ja, die hebben we ook inderdaad. Kost. Die hebben we ooit al gehad, deze 25 euro. ik denk dat we het hierbij moeten laten. Volgende keer denk ik dat Mark hier weer zit. Dan denken jullie, waar blijft die Mark toch? Nou, het komt gewoon zo uit. We nemen op vrijdag. We hebben toevallig een paar keer woensdag opgenomen van tevoren al. En het is toevallig net de dagen dat Mark er met vrije dagen, wat vrije dagen betreft, niet is. Hij heeft vrije dagen opgemaakt. En dat komt steeds zo uit. Dus het is niet bewust dat hij hier niet zit. Het komt echt toevallig zo uit. Maar Mark komt. Hij Mark komt wel. Ja, als het goed is als hij de volgende keer gezet is. Dan zit Leon niet, maar ben ik er met Mark. Fijne Sinterklaas. Ja, aan kerst. Maar voor die tijd dan zien we jullie nog als het goed is. Juist. Dus, tot de volgende keer. Doei doei.